De situatie op de kruising van de Industrieweg Zuid en Noord en de Martin Luther Kingweg wordt met de dag gevaarlijker. De betonnen scheidingen die de rijbanen verdelen zijn vaker aangereden, waardoor enkele van de reflectoren zwaar beschadigd zijn. Vooral 's avonds leidt dat tot gevaarlijke situaties. Volgens Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, is er inderdaad een achterstand bij het vervangen of opnieuw aanleggen van verkeersmeubilair. Wip is er wel van op de hoogte dat er de afgelopen tijd veel verkeersongelukken op deze hoek hebben plaatsgevonden, maar zegt dat weggebruikers zich vaak niet houden aan de regels.